Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport. Neem ik eens even goed, jongens. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker door waar we zijn gebleven. We kunnen vandaag eindelijk weer eens een keertje eerst worden. En daarom moeten we vandaag wel heel erg goed gaan racen. En ik heb er echt vertrouwen op dat we dat gewoon gaan lukken. Dus we moeten er volop tegenaan gaan. Laten we gewoon heerlijk beginnen. En welkom terug. Ja, goed. Dit is onze ronde nou. En wij staan. Oké, dit is dit. Oké. Dit zou eigenlijk goed moeten lukken. Laten wij het dan maar eens even gaan doen. Alles loopt heerlijk geweld. Ja. Ja, goed. Ja. En vol op de tegenaan. Kom op, man. Ah, nee, ja. Nee. Daar gaan we weer. Het is altijd hetzelfde gezeik. Jongen. Ik hoor niks. Jawel. Jongen. Altijd die lag weer, hè? Move! Kom op, man. Eigenlijk moeten we gewoon eerst worden. Ik sta vierde. Van de 1 van de 5. Maar dat komt gewoon door die klote lag weer, hè? Ga toch Koen flink achter. Want als ik nu op deze plek blijf, dan is het klaar. Kom op. Ik ga hem zo in te halen. Oh mijn god, ik slip helemaal. Zag je dat? Kijk hoe ik rij. De kortste bocht. Ik ben al één volle ronde achter hem aan en het hollen. En nog niet in gehaald. Eigenlijk moet je nu binnen deze ronde nummer 3 ingehaald hebben. Anders kun je het wel vergeten. Ja, hij geeft zich ook natuurlijk zo wel. Ik probeer echt mijn best te doen. En daar is weer de finish. Het komt gewoon door die verschrikkelijke lag. Ik word er zo ontzettend gek van. Altijd, hè. Als je bijvoorbeeld één dag Forza Motorsport 7 niet meer hebt gedaan. Dan wordt meteen gietje aan. Ja, leuk.
twee rondes. Kom op, man. Zo. Dat zal het zich groter, joh. Kan ik? Nee, wacht. Even kijken. Kan ik niet deze opnieuw doen? Nee. Dat die hele race overnieuw doen. Ja, natuurlijk kan dat niet. Ach, het is zelfs flinker geworden. Ik denk dat we de eerste plek mislopen, jongens. Ik denk dat we de eerste plek gewoon echt letterlijk mis gaan lopen. Laatste ronde. Probeer nou eens gewoon verdomme derde te worden, man. Ja, door die fucking lag zijn we weer gezakt. Ik had er alle vertrouwen in. Ja, door die lag is het raak. Dus altijd door die eerste... Het voelt zo vervelend, hè? Zo ga je even... Ik haal het niet. We staan op een vierde plek. Is dat voldoende? Om eerste te worden. Om eerst te blijven. Een vierde plek. Ik ben echt niet tevreden mee. Is dit voldoende? Is dit voldoende? Zesde punten. Is dit voldoende? Is dit voldoende? Oh, 15 punten verschil. Maar ik had het helemaal verkloot. Tweede. Toch geen eerste. Oh, weer tweede. Oh, eigenlijk waar, man. Ik was er zo dichtbij. Ik was er zo fucking dichtbij. Maar helaas. Wacht eens. Wat staat hier? Hey! Oh nee, ik dacht dat ik moet opnieuw, maar... Ik heb het opnieuw. Ja, we kunnen hem opnieuw doen. Zullen we dat gewoon doen? Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, maar... Ja, we gaan hem gewoon opnieuw doen. We gaan hem gewoon opnieuw doen. Ik heb hem gewoon dikke shit aan. Ik wil gewoon eerst. Oké, nou. Gelukkig heeft hij geen lags meer. 12 van de 24. Kom op, de volop er tegenaan. Dat is één minder. Ja, probeer juist hier te rijden.
terug. Ik knal daar tegenaan, dat moet niet gebeuren. Genoeg, genoeg! Zie je? Dat gaat automatisch, denk ik. Nou goed, we gaan door, we staan vierde. Op zich heb ik nu een beter stuk. Ik ben nu bij hem. Hij is weg, we staan nu derde. En nu? Nu moet ik niet lekker te klooien hier. Dan gaan we naar 102. En gas erop. Hij heeft flinke... voorsprong. Dat is verschrikkelijk. Ik ook, blijven gassen. Niet achteruit leunen. Is derde voldoende? Ik zal het niet weten. Zal het zijn als het 1 punt verschil is? Ho, ho, ho. Het is nog groter geworden hoor. Als je zo bekijkt. Het was eerst 15 punten verschil. Want als ik nu toch nog 20 hoor, dan geef ik het op hoor. Kom op. Hij wordt steeds veel en veel groot. Zie je dat? En gas erop. Kom op. Die richt er volop in van mij. Maar hij komt er niet echt bij in. De batterij van je controller zijn bijna leeg. Ja, geweldig. Ik moet toch nog even wachten. Nu al leeg. Ik heb hem... afgelopen, wat is het afgelopen vrijdag nog op licht te laden? Dan heb ik het afgelopen week een veel gegeven. Ja, dat is ook niet rechtdoor kon zetten, want ik kon dit kunnen niet cheaten. Ik had 15 punten verschil. Het kan ook best wel zijn dat ik gedeelte gekregen kan worden. Want als ik nu geen eerste word, dan, ja, als ik op de kast maak geen eerste, dan geef ik het echt op. Ik meen dat. Dan zeg ik, joh, weet je wat, laat maar zitten. Volgende keer nieuwe kansen, nieuwe rondes. De laatste ronde. Weet je hoe dat komt? Als je eerste begint, dan ben je al meteen bam weg. Maar als je achteraan begint, dan moet je die allemaal zien in te halen.
Kijk, eenmaal ben ik daar. Ik denk van, ik ga dat halen. En daarna is hij hier weer weg. Zie je dat? Papa, die daar rijdt hij. Derde plek. Is dit voldoende om eerst te worden? 460. Maar de vorige keer 440, toch? Ik geloof het wel. Is dit de kans? Ja, dit is voldoende, jongens. Jawel. En ook nog 5 punten verschil. Zit niet hier. Nou, ik ben eindelijk eens eerste. Eindelijk. Hè? Eindelijk. We gaan door. Het mocht eigenlijk niet wat ik heb gedaan, maar ja, je kunt het natuurlijk opnieuw doen, hè? Natuurlijk. Eindelijk eerste. Heerlijk, kijk eens. We zijn eerste. Punten erbij. Wat ooit, hoppie. Ach, doorgaan. Mooi. We hebben hem. We moeten nog over 2000 punten hebben. Oké. 1, 2, 3, ook 4. Gaat zoals je ziet. Dus als we dit gewoon goed doen. From its outlaw beginnings, NASCAR has become a dominant force in the racing world. Huge sponsorship deals and celebrity drivers have only enhanced the aggressive, competitive nature of the sport, attracting motorsport's biggest crowds every weekend. Hebben allemaal exact hetzelfde. Dus het maakt niet uit welke dit is. Nou goed. Ik ga gewoon terug. Goed, we zien elkaar gewoon weer morgen, denk ik, gewoon weer terug gaan. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!